Welkom bij Rijnmond Nieuws, zometeen. Dinsdagochtend wordt in Gorinchem het hoogste peil van de Merwede verwacht. Dat straks, nu eerst het nieuws van dit moment. Bij een schietpartij in de buurt van het Zwanenhals in Rotterdam-Noord is afgelopen nacht een nog onbekende man gewond geraakt. De schietpartij was rond 2:30. De man werd geraakt in zijn been. Hij is door ambulancepersoneel behandeld en daarna overgebracht naar het Erasmus MC. De man is buiten levensgevaar. De dader is gevlucht. Over de aanleiding van de schietpartij is nog niets bekend. Spoorwegbeheerder ProRail heeft laconiek gereageerd op de kritiek van burgemeester Scholten van Zwijndrecht dat ProRail een bedrijfsbrandweer voor rangeerterrein Kijfhoek onnodig tegenwerkt. Er is geen bewijs dat een bedrijfsbrandweer voor een snellere uitruk had gezorgd, zegt ProRail. De brandweer van Zwijndrecht zit al naast Kijfhoek. Burgemeester Scholten uitte zijn kritiek zaterdagmiddag tijdens een persconferentie over de felle brand in een tankwagon met 65 ton ethanol. De overheid is te snel sussend geweest over de chemiebrand in Moerdijk. Dat vindt 80% van de Nederlanders, blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond. Volgens hen heeft de overheid te snel gezegd dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid. Vooral de kiezers van de PVV, PvdA en SP zijn kritisch. Verder denkt 60% van de Nederlanders dat brandweer en politie niet goed zijn voorbereid op dergelijke rampen. Op rangeerterrein Kijfhoek is het onderzoek begonnen naar de oorzaak van de brand in een treinwagon. Afgelopen vrijdagavond ontstond brand in een tankwagon geladen met ethanol. En het duurde de hele nacht voor het vuur onder controle was. Gisteren was er nog sprake van dat de oorzaak mogelijk een rangeerfout is geweest. In de betreffende wagon zit een scheur en de wielen staan niet meer op de rails. Maar of dat duidt op een fout bij het rangeren moet nog blijken. Om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan door nieuwsgierige automobilisten, is er op het viaduct over rangeerterrein Kijfhoek een groot hek neergezet. Veel is er niet te zien overigens. Rond de wagon ligt nog schuim en heel sporadisch laat een van de onderzoekers zich zien. Deze onderzoekers konden aan de slag nadat vanmorgen door de brandweer de laatste meting was verricht. Ja, moet je me voorstellen, zeg maar, de vloeistof op de grond, is daar nog een uitdamping, ja of nee? En ja, daardoor hebben wij de zaak nu overgedragen. De uitslag van die meting? Dat was, goede meting, dus dat was nul. Dus wij hebben de zaak wat dat betreft overgedragen aan de onderzoeksteams op Kijfhoek. De brand van vrijdag heeft bij iedereen veel indruk gemaakt. Bijna 65.000 liter ethanol vatte vlam en zorgde voor een enorme vuurzee. De angst was dat het vuur zou overslaan naar naastgeparkeerde wagons. Dat waren weliswaar lege LPG-tanks, maar omdat die niet schoongemaakt waren, bestond er wel degelijk explosiegevaar. Een spannende avond. Als officier van dienst is dit toch een flinke klus. En dat spande er ook echt om. Het was ook moeilijk, heel moeilijk om er ook bij te komen natuurlijk. Ja, er zijn allerlei omstandigheden waar je daar mee bezig bent en rekening houdt. En daar moet je dan op anticiperen op dat moment. Dus dat was wat dat betreft een behoorlijke klus om dat goed voor elkaar te krijgen. Ja. Na de laatste meting van vanmorgen zit het werk voor de brandweer erop. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is inmiddels begonnen met het onderzoek naar de brand. En ook het Openbaar Ministerie doet onderzoek. Het kijkt naar de oorzaak en of er verwijtbare fouten zijn gemaakt. Voor omwonenden van het rangeerterrein gaat langzaamaan het gewone leven weer zijn gang. Tientallen mensen die dicht bij Kijfhoek wonen werden vrijdagnacht van hun bed gelicht. Er werd besloten om te evacueren toen bleek dat de lege LPG-trein naast de brandende wagon ontploffingsgevaar opleverde. Een van de evacuees is de 95-jarige mevrouw De Koning. Het rangeerterrein ligt bijna in haar achtertuin. Dus zij was een van de eerste bij wie de politie aanklopte. Op het slaapkamerraam werd er getikt. Dus ik had de bel niet gehoord, want ik sliep. Dus ja, dan kijk je wat er aan de hand is. En ik zag een agent in een uniform. Dus ik denk, dat zal wel goed zijn dan. En toen heb ik de deur open gedaan. En toen zeiden ze, u moet onmiddellijk uw huis uit. Ook de overburen, de familie Opstal, moesten zaterdag hun huis uit. Echt slapen doe je niet natuurlijk. En ik was zelf ook al zo slim geweest om de wekker op het uur te zetten om toch even de brand in de gaten te houden. Want, ja, we wonen hier nu 24 jaar en we zijn al 24 jaar met het idee van joh, als er wat op Kijfhoek gebeurt, even kijken hoe ernstig het is en waar de wind heen gaat.
en dan zelf je plan trekken. Ja. Mevrouw de Koning is dan weliswaar 95. Ze heeft zich erg flink gehouden gedurende de nacht. Het opvangcentrum was in Theater Festino in Zwijndrecht. Je bent helemaal uit je doen, hè? Maar ja, je krijgt kracht naar kruis, zeg ik altijd maar. Ja, het ging allemaal zo. Het was een hele belevenis, dat kan u wel begrijpen. Op je 95ste? Ja, inderdaad. Toen om 1:30 kwam de politie en de brandweer. En toen werd je echt gedwongen geëvacueerd. Want ik zei in eerste instantie, ik ga niet. Ja, omdat ik vanaf 10 uur op brand zag. Ja. En eigenlijk om 1:30, 2 was het al een heel stuk minder. Minder ernstig in mijn ogen, laat ik het zo zeggen. Dat heb ik ook gezien, ja. Ja, maar ja, dan gaan ze uitleggen van, joh, we gaan LPG-wagons verslepen. Het is veiliger, ja, dan moet je maar... Ja, dan ga je toch maar weg, omdat je natuurlijk... Ja, de mensen die er verstand van hebben, die weten wat ze doen. Dus ja, dan moet je niet eigenwijs zijn om toch te blijven. Nee. Ja, toen zijn we geëvacueerd. Bent u nu ook alweer uitgerust? Nu wel. Maar ik kon wel merken dat ik slaaptekort gekomen was. Ja. Want ik werd de andere dag pas over 9 wakker. Ja. Dat werd ik meestal veel vroeger. Ja. Bent u nu weer met uw neus op de feiten gedrukt dat het ook best angstig kan zijn, zo'n rangeerterrein bij u voor de deur? Nee, absoluut niet. Zo, als het gebeurt, dan reageer je gelijk. Ik zie je wel dat het toch kan gebeuren. En dan reageer je een beetje paniekerig of misschien een beetje overdreven. En dan ga je je plan trekken. Ja, ik ging gelijk buiten kijken van hoe gaat de rook? Is de rook? Ik zeg, jongens, even bij de ramen wegblijven, even kijken. Want ja, toen wij het ontdekten waren de vlammen 10, 15 meter hoog. Toch zeker wel hier vandaan. En hoewel zo'n brand in de achtertuin indruk maakt, zijn de bewoners niet van plan te verhuizen. Het water in de Rijn bereikt maandag zijn hoogste punt als het bij Lobith Nederland binnenkomt. Er wordt een stand verwacht van bijna 16 meter boven NAP. Dinsdag is het water van de Merwede bij Gorinchem op zijn hoogst. Het hoogwater in de Rijn is het gevolg van regen en smeltende sneeuw. Het hoogste waterpeil komt bijna 0,5 meter hoger uit dan eerst gedacht. Toch blijft het onder het hoogste peil van 1995. Toen dreigden grote overstromingen en moesten tienduizenden bewoners van het rivierenland geëvacueerd worden. De rivierdijken zijn de afgelopen jaren verhoogd en sterker gemaakt. Daarom verwacht Rijkswaterstaat voor dinsdag geen problemen. Ook in Duitsland zijn er toestanden door het hoge water van de Rijn. Zo is er bij Mainz een file ontstaan van 200 binnenvaartschepen. Die kunnen er niet door omdat er een schip gezonken is. De berging van dat schip duurt langer door het hoge waterpeil. Twee drijvende hijskranen uit Rotterdam zijn onderweg, maar kunnen niet onder de bruggen bij Duisburg door. En dat ook weer door het hoge water. Hoewel veel parkieten normaal in een kooitje zitten, groeit het aantal parkieten dat buiten de kooi een leven weet op te bouwen enorm. Het Bureau Stadsnatuur en de vogelonderzoekervereniging SOVON wil graag weten hoeveel halsbandparkieten er in het wild leven. Ja, en daarom worden de vogels vandaag geteld. De parkieten overnachten gewoontegetrouw gezellig met z'n allen in Rotterdam Overschie. Ja, en daar is verslaggever Geert Willem Overdijking. Geert Willem, zijn de vogels al gearriveerd? Nee, nog niet. En dat is eigenlijk heel jammer. Normaal gesproken, ze horen zo tegen zonsondergang te komen. Dus dat zou ongeveer nu moeten. We weten dat ze overnachten in die 5 bomen daar achter me. Echt specifiek in die 5 hier aan de Van Noordwijk-singel in Overschie. Maar ze verzamelen zich eerst elders. En ja, dat schijnen ze nu aan het doen te zijn. Zeggen de mensen hier die de vogels zo meteen komen tellen. En ze kunnen elk moment hier naartoe komen. Maar ze zijn er nog niet. Wat een ellende. Wat gaan ze precies doen? Want wat is de bedoeling nou van die telling? Ja, de vogels worden elk jaar geteld, gewoon om bij te houden hoeveel er nou eigenlijk zijn in de stad. Vorig jaar waren er ruim 500. En de vraag is natuurlijk, zijn er inmiddels meer bijgekomen? Ja, dat moet blijken. Degene die alles weet van die telling is André de Baardemaker van het Bureau Stadsnatuur Rotterdam. André, ja, ze zijn er nog niet, maar straks zitten ze allemaal in die bomen. Hoe tellen jullie ze dan? Ja, we wachten tot ze rustig zometeen allemaal in de boom zitten. Zometeen komen alle vogels aanvliegen vanuit de bomen in de omgeving. Ze verzamelen zich eerst in groepjes om dan op het laatste moment de boom in te vliegen. En dan is het rustig boom voor boom aftellen met een verrekijker. Ja. Ze leven in heel groot Rotterdam eigenlijk. Waarom gaan ze dan allemaal bij elkaar zitten? Ja, ik denk voornamelijk omdat ze dat gezellig vinden. Het is ook een deel veiligheid. Ze willen niet opgegeten worden door een valk of een sperwer. Dus als je met z'n allen bent, is de kans dat je gepakt wordt heel klein. Anderzijds is het ook een soort informatieuitwisseling van waar vind je alle lekkere hapjes en met wie zal ik eens meevliegen morgen. Ja, want dat doen ze dus kennelijk ook? Ja, dat doen ze ook. Dus als iemand zien die goed gegeten heeft gisteren of die weet waar de pindasnoeren hangen,
Dan kan je mooi meevliegen en dat kan je alleen maar uitwisselen als je met z'n allen bij elkaar komt s'avonds. Daar komen ze van origine uit India en Afrika. Is dat nou ja, ook niet raar of misschien wel gevaarlijk voor de inheemse vogels van die exotische vogels? Nou, die zorgen zijn er wel. Er zijn wat onderzoeken gedaan in diverse landen, waaronder in België. Voor de meeste vogelsoorten lijkt het er niet op. En ja, we wachten maar al gewoon af. Het is gewoon een kwestie van goed bijhouden wat er precies gebeurt. En tot op heden lijkt het allemaal nog goed te gaan. Ja, maar ik begreep wel, ze vreten fruit aan, bloemen. Ze verspreiden mogelijk de paardenkastanjesziekte. Ja, dat is ook niet heel fijn. Nee, dat klopt. Nee, dat is, voor sommige mensen en voor sommige dieren is het natuurlijk minder prettig dat er nog meer van die lawaaiige dieren rondvliegen. Ja, wat daar aan te doen is, goede vraag. Ze zijn inmiddels verspreid door het hele land. Ze zitten ook in Den Haag, in Amsterdam, Utrecht. Dus het zijn de grote steden voornamelijk waar ze voorkomen, in de Randstad. En wij willen gewoon graag weten hoe dat in Rotterdam zich ontwikkelt. Dan moet je nog even uitleggen, als ze daar straks zitten, hoe je dat nou precies gaat doen. Gaan jullie echt gewoon 1, 2, 3, 4 alle takken langs? Ja, ik heb een paar collega's bij me van het bureau Stadsnatuur in Rotterdam. En wij gaan zo meteen boom voor boom gaan we dat tellen. En dat vergelijken we met elkaar. En dan komen we per boom op een aantal uit. En dan is het een kwestie van optellen. En dan weten we hoeveel vogels we hebben hier. Nou, hartelijk dank en succes zometeen met dat tellen. Ja, we hadden dus heel erg gehoopt dat ze hier al zouden zijn. Maar ja, dat is een beetje het probleem met natuur. Het laat zich niet sturen. Dus ja, ze zullen ongetwijfeld zometeen komen. En dan wordt het een hele hoop hartgekwetter. En nou ja, als u dat wilt horen, moet u misschien zelf nog even naar Overschie komen. Wat misschien wel een leuke anekdote is tot slot, is dat het zijn natuurlijk exotische vogels in Europa. Maar ze zijn hier al wel heel lang. Niet specifiek in Nederland, wel in Europa. Het verhaal gaat dat de eerste halsbandparkiet al door een stuurman van de vloot van Alexander de Grote naar Griekenland is gehaald. En dat was dus ruim 2300 jaar geleden. Dankjewel, Geert Willem. We besluiten deze uitzending met het weerbericht. Vanavond zijn er opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe, maar het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur daalt bij een matige wind uit het zuiden naar 5 graden. Morgen is er veel bewolking en het regent van tijd op tijd. De wind is matig, komt uit het zuiden en het wordt 9 graden. Dinsdag en woensdag zijn er wolkenvelden en af en toe mogelijk wat regen, maar er zijn ook opklaringen. Doordat de wind naar het noorden draait, wordt het met 6 graden wat minder zacht. Donderdag blijft het overal droog en wordt het 5 graden. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Een mooie dag verder. Dag.